om stitch te gaan snijden hebben we hier design staan. Dit design komt uit de kleurenbundel en die kun je vinden op mijn website. En ik kijk eventjes naar hoe groot stitch is, want stitch is natuurlijk veel te groot zoals je er nu bij staat. En om stitch te maken hebben we een bepaalde afmeting nodig van de stukjes die ik hier heb liggen. Dus ik pak even een liniaal. En dan kijk ik wat mijn grootste stuk vinyl is wat ik heb. Dat is deze. En die is 7,5 centimeter breed. Dat betekent dat stitch niet breder mag zijn als 7,5 centimeter. Dus ik ga stitch even smaller maken. Ik heb genoeg aan hoogte, dus dat is het probleem niet. En dan moet het kleiner worden dan 7,5. En ik moet hem iets kleiner aanhouden als 7,5, anders past hij niet. Dus het wordt 7 centimeter. Is 70 mm. Oké, iets hoger als 70 mm staat hij nu. Dus dit is mijn design inderdaad. Ik controleer nog eventjes hoeveel die dan wordt. Dan wordt die 7 centimeter. Nou, dat gaat die knie redden, want ik heb zitten opnieuw te meten en dan zit hij op 6,5. Ik moet wel goed meten natuurlijk. Dus hij moet lager worden, want het moet meer 6 centimeter worden. Een beetje groter, 6 centimeter. Dit is de grootte van stitch zoals je op de kerstbal gaat komen. Nou, dat hoeft ook op zich niet zoveel groter, want stitch, ja, een kerstbal is niet zo groot. En ik gebruik op dit moment kerstballen van, even spieken, 8 centimeter rond. Dus als stitch veel groter is, dan krijg je ook hele gekke dingen. Dit is dus hoe stitch hem gaat snijden. Er zit hier nog wat rommel naast. Dat moeten we eerst even weghalen. Als ik het te pakken kan krijgen, niet echt. Zit in deze laag volgens mij, of niet? Nee. Even helemaal inscrollen. Die stipjes die moeten weg. Zo, ja. Hop, kom hier. Zo. Hop, dat is iets te veel. Nou, dit is stitch zoals hij moet zijn, de grootte. Ik heb hem al in lagen staan, dus ik kan deze lagen even los van elkaar halen. Dit zijn de lagen die we allemaal hebben. En dan zie ik dat ik één laag niet goed bij elkaar heb zitten. Dat is de paarse laag. Dat gaan we even anders doen. Ik was nog niet helemaal klaar met alles bij elkaar zetten, zo te zien. Die moeten we even laten staan. Zwart mag aan de kant. Dit is nu rood en roze. Ik heb geen roze, dus ik maak hier ook rood van. Dus het tongetje wordt helemaal rood. Zo. En dan hebben we hier nog wat losse onderdelen. Die horen erbij. Oh, zijn oogjes niet. Die moeten natuurlijk uit wit. En dit moet allemaal gegroepeerd worden. Zo. Zo, dit zijn de lagen die we hebben. Donkerblauw, zwart, lichtblauw. Deze gaan we aan het rosé doen. Paars, wit en rood. Dit zijn de kleurtjes die we gaan snijden inderdaad. Om te gaan snijden beginnen we inderdaad met eerst een laag op de mat te plaatsen. En ik kies bijvoorbeeld voor zwart. Dus ik kan kiezen voor bestand naar internet sturen, gaat hij zeggen dat dat niet kan, want er staan objecten naast de mat. Dus wat we even moeten doen is voordat we hem versturen, is dit even weggooien. Dan bestand via internet versturen. Dan zegt hij dat hij hem via internet heeft verstuurd. En wat ik dan doe is één stapje terug, want dan staan mijn designs weer op. En dan kunnen we naar de machine gaan om te gaan snijden. Op het moment dat ik deze gesneden heb, plaats ik deze buiten mijn mat. Plaats ik de volgende laag op mijn mat. Gooi ik dit allemaal naast mijn mat weer weg. En kies ik weer voor bestand via internet versturen. En dan komt deze design op mijn mat terecht. Maar we waren eerst bij de zwart, dus we gaan eerst zwart snijden. En dan gaan we naar de machine kijken hoe we werkelijk gaan snijden. We zijn bij de machine aangeland. De machine staat gereed. Ik heb hier mijn stukjes flex die ik ga gebruiken. Ik heb hier het zwart waar we uit gaan snijden. Dit is de maximale breedte, dus waar ik het net over heb gehad. Dit is het donkerblauw, lichtblauw, paars en goud. En ik heb een klein stukje rood nodig. En dat ga ik hier vanaf halen, zeg maar. Dus het zijn de kleurtjes die we allemaal hebben. Die we gaan snijden inderdaad. We beginnen met het zwart te snijden. En wat we gaan doen, allereerst nog eens even het mes vervangen. Ik heb namelijk nu op dit moment een mesje erin zitten waarmee ik over het algemeen karton snij. Dus die ga ik eruit halen. En voor mijn vinyl gebruik ik altijd een apart mesje. Voor flex en vinyl gebruik ik één en dezelfde mes.
En dat is dit mesje. Wat ik doe is ik haal hem eraf, stop mijn kartonmesje er even in. En ik laat hem bij de machine liggen, zodat ik weet dat het vinylmesje er nu in zit. En ik wissel hem straks weer terug. Dit is een mesje wat super scherp is. En voor vinyl heb je echt een super scherp mesje nodig. Ik draai hem helemaal dicht, zodat hij helemaal eruit komt. En dan draai je hem terug. En dit is natuurlijk afhankelijk van je machine weer inderdaad. Maar ik snijd vinyl op 1 of 2. Heel soms op 3. Ligt een beetje aan mijn stand. Ik ga ook eerst een testsnede maken. Kijken of het werkt of niet. Als die goed staat, pas dan gaan we echt het hele design snijden. Dus ik begin bij 2. Ik stop hem in mijn machine. Oké, okay, op mijn machine zelf ga ik naar patronen. Kies voor het internet. Gaat hij even laden. Wat hij gaat doen is mijn design ophalen die ik net naar mijn machine heb gestuurd. En als het goed is, komt het de zwarte basislaag van Stitch tevoorschijn. Nou, daar toont hij het lichaam van Stitch zoals we hem hebben verstuurd. Ook de grootte is correct. Wat we gaan doen is, we gaan de mat inladen en dan gaan we hem even plaatsen. Ik heb hier mijn mat liggen, ik heb hier een stukje vinyl. Het is nog een beetje te lang, dus ik ga hem even afknippen. Dat ik een beter stuk heb. Ik doe het op de oog, maar ik weet dat ik niet zoveel nodig heb. Maar ik wil een proefsnede eerst maken. Dus ik plaats hem op mijn mat. Ik plaats hem op mijn mat op een willekeurige plaats eigenlijk. Het maakt niet zoveel uit waar je hem plaatst. Ik wil hem wel recht plaatsen, zodat ik zoveel mogelijk recht ga werken. Wat soms gebeurt bij vinyl is dat hij dit doet. Ik weet niet of je het kan zien op de camera. Hij heeft een soort randje erin getrokken. En het mooie van intercoat vinyl is, als ik hier overheen wrijf, kan ik zo die hobbel eruit wrijven. Nu niet zoveel zin in. Zo, ik heb hem in ieder geval op de mat geplaatst. Ik ben tevreden waar hij staat, dus ik laat hem in mijn mat. Tegen de machine aan en druk op de inlaatknop. Druk op het icoontje om hem te scannen. En als hij hem gescand heeft, dan toont hij hem zo. Wat ik ga doen is, ik ga Stitch op de design plaatsen. Maar het probleem een beetje hiermee is dat hij zwart op zwart is. Dus je ziet hem bijna niet meer. Wat je kan doen is even naar de instellingen gaan. Op het knopje drukken. En dan bij achtergronden kiezen we voor deze semi-doorschijnende kleur. Druk op oké. Dan zie je dus dat mijn design een beetje transparant wordt. En daardoor kan ik goed zien dat ik Stitch ook echt binnen het design of binnen de mat of binnen... Vinyl, sorry. Dat ik hem daar binnen plaats. Druk op oké. Druk nog op toevoegen. Ik haal een testsnede op van het driehoekje. Maar we gaan eerst een testsnede maken. En dat driehoekje plaatsen we ook op het vinyl. Dan moeten we Stitch laten staan en het driehoekje goed zetten. Dan gaan we weer. Het driehoekje kan een klein beetje daar geplaatst worden. Ik heb hem neer. Een beetje op het randje. En Stitch plaatsen we er gewoon onder. Zo. Zo ben ik tevreden hoe die staat. Ik ben tevreden waar het driehoekje staat. Druk op oké. Druk op oké. Kom ik bij de laatste scherm uit. Ga ik nog even naar de instellingen. We hebben net het mes goed gezet. Maar de snelsnijheid kan ik niet lager zetten. 1 is perfect. Maar de druk moet echt naar min 9. En de vraag is eventjes of hij dan wil snijden of niet. Op het moment dat hij niet snijdt, ga ik niet de druk verhogen, maar ga ik het mes dieper zetten. Want vinyl wil je met zo min mogelijk druk snijden. Dus druk min 9 is eigenlijk de mooiste stand. Druk op snijden. En wat hij nu eerst gaat doen, is ik op de groene knop druk, gaat hij driehoekje snijden. En vervolgens gaat hij pas Stitch snijden als ik hem opdracht geef. Dus ik druk op de groene knop en let op dat hij alleen nu de driehoek gaat snijden. En vervolgens kan ik controleren of hij hem goed heeft gesneden. Dus ik pak mijn pijlraad en ik ga kijken of ik de driehoek eruit kan halen. Even kijken waar die driehoek heeft gesneden, hier zo. Probeer ik hem op te tillen met mijn pijlhaak en dan pijlt hij hem niet op.
Ik voel dat hij wel gesneden heeft, maar hij pelt hem niet op. Dus dat betekent dat ik mijn mes van 3, van 2 naar 3 ga zetten. Dat ik op snijden afsluiten, kom ik weer in het scherm hier terecht. Sorry, buiten het scherm, maar ik kom weer op het standaard snijscherm terecht. Druk op snijden. Druk ik nog een keer op snijden. Dan gaat hij op dezelfde plek weer snijden. Het is niet heel praktisch, want nu heeft hij er natuurlijk wel doorheen gesneden waarschijnlijk, of niet? Probeer het in ieder geval eventjes uit. Nee, ook deze nog niet, dus ik ga het mes nog ietsje dieper zetten. Het is echt afhankelijk van je mes en je machine hoe die moet staan. Snijden, afsluiten, druk weer op snijden. Dan kan ik weer snijden op dezelfde plaats weer. Kijken wat hij er nu van gebakken heeft. Okay, ja. Nu heeft hij er doorheen gesneden. Maar ik heb nu 3 keer op dezelfde plaats gesneden om helemaal zeker te zijn dat ik correct zit. Druk ik weer snijden, afsluiten. En ik zet dat driehoekje, als ik 1 pagina terug ga, iets naar rechts. Dus ik pak dat driehoekje op en ik zet die naar rechts toe als hij mee wil werken. Ja. Zo weet ik zeker dat ik nog een keer ga snijden op een andere plaats. Kijk of je nu meteen weer het driehoekje goed uitsnijdt. Nu heb je hem hier gesneden. En hij heeft hem nog niet goed gesneden. Dat betekent dat ik hem nog ietsje dieper moet zetten. Volgens mij heb ik hem zelfs op 6 staan vorige keer. Dus dan snijden, afsnijden, afsluiten, snijden. Dan ga ik weer het driehoekje op dezelfde plaats snijden. Nou heeft hij hem wel goed gesneden. En ik denk dat als ik hem nog een keer snijd. Maar dan er tussenin. Ik ga hem nu even verplaatsen. Dus snijden, afsluiten, terug. Het driehoekje nog iets naar links verplaatsen. Tussenin. Ik hoop dat ik er tussenin zit. Ik twijfel over mijn messtand. En ik zei net ook al, volgens mij had ik hem altijd op 6 staan. En nogmaals, ik zet hem nu op 5,5, dus ietsje hoger. Kijk even of mijn mesje helemaal schoon is. Volgens mij wel. Ja, ziet er goed uit. Druk weer op oké. Oké. Snijden. Nou, ik ga die nog 1 keer de testsnede maken. Nu heb je het perfect tussenin gedaan. Nou, ik ben blij mee. Ik heb hem nog niet gesneden. Toch op 6. Omdat ik echt zeker wil zijn dat dit goed gaat, ga ik nog 1 keer het driehoekje verplaatsen. En dan moet Stitch ook even opschuiven. Stitch iets lager. Ik zet het driehoekje naar onderen toe. Nou, dat is wel een beetje te ver naar onderen. Ga maar daar zetten. Oké. Oké. Hij is mijn vinyl een beetje aan het opstropen, maar dat komt zo meteen wel goed. Ik heb hem op 6 staan. Hoe belangrijk een testsnede is. Ik wou bijna zeggen, waar ga je helemaal heen? Maar dat klopt wel. Ja, kijk, nou zie je in 1 keer goed. Maar ik toch in mijn hoofd, zei mijn hoofd al van 3 was volgens mij veel te weinig voor mij. Ik moet mijn mes dus op 6 zetten, zowat. Pas dan snijdt hij hem mooi uit. Mocht je twijfelen of dat te veel voor jou is, begin dan altijd lager. Als jouw machine dit doet, of als jouw vinyl dit doet, kun je dat gewoon opzij duwen. Of in dit geval naar beneden duwen. Als je dit zo versleept, gaat het vanzelf naar beneden toe. Ik kan het ook omhoog doen. Ik wil hem eigenlijk aan die andere hobbel hebben, zodat die 2 hobbels bij elkaar komen. Ik wil hem niet van mijn mat afhalen, ik ben eigenwijs. Ik denk dat ik hem toch even van mijn mat af moet halen. Ik ben eigenwijs. Ik doe snijden afsluiten, omdat hij dit gehobbeld heeft. Dit komt doordat het vinyl opgerold is geweest. En als je met je duimen overheen wrijft, kun je dit gewoon opschuiven. Maar ik ga hem gewoon aan deze kant snijden. Dan weet ik zeker dat hij gewoon niet gehobbeld is. Dus ik plaats hem op mijn mat. Even kijken, maar ik moet hem zo uitlijnen. De rechterkant zit nu aan deze kant. Ik
Ga even naar het huisje toe. Druk naar patroon. Haal opnieuw mijn patroon even op van internet. Want ik ga hem even opnieuw. Dat ik hem opnieuw van mijn mat heb gehaald. Moet ik hem opnieuw even scannen. Zo, kan ik Stitch weer opnieuw plaatsen waar die moet komen. Ik vind dat een beetje lastig om het zo te zien, dus ik zoom eventjes in. Waar die moet komen. Ik wil hem... daar hebben. Ik ben tevreden waar die staat nu. Oké. Ik hoef geen testsnede meer te doen, want de test was ondertussen goed. En het is nog steeds eigenlijk hetzelfde stuk vinyl. Druk op snijden. En hij gaat Stitch snijden. Oké, hij is klaar met snijden. Voordat ik hem verwijder, ga ik eerst kijken of hij echt goed heeft gesneden. Dus ik ga met mijn pijlhaker in. En ik pel hem op stukjes op. Kijken of hij loslaat. Dat doet hij. Even kijken of ik het hier ook loslaat. Het is zo'n mooi stukje ertussenin. Het idee dat hij hem hier niet helemaal goed loslaat. Dus als hij niet goed loslaat, druk ik op oké, snijden. En laat ik hem gewoon nog een keertje snijden op precies dezelfde plaats. Ik ga hier de vinyl weer terug naar die hoort. Doen we nog een poging. Ik ga naar hetzelfde stukje toe kijken of hij nu wel goed gaat. Nu gaat hij wel goed. Doe nog een ander testje. Ook hier gaat hij goed. Dus nu is hij goed gesneden. Dan dit van de mat af. En kunnen we dit zo meteen gaan pellen. En je ziet hier nog steeds dat hij af en toe wat ophobbelt. Maar dat maakt niet uit. Dat lost zichzelf zo meteen gewoon allemaal op. Dus deze gaan we zo meteen pellen. Ik heb ondertussen op mijn machine gedaan wat ik net had uitgelegd. Ik heb de andere design gestuurd. Dus ik haal mijn mat even uit de machine. Ik heb de donkere blauwe laag gestuurd. Dus ik ga naar mijn donkerblauw. Dit is precies hetzelfde vinyl, dus ik hoef hem niet opnieuw in te stellen. Ik weet dat de instellingen goed zijn. Ik plaats hem op mijn mat. Laat mijn mat weer in. Ga naar het huisje. Patronen. Ik zei internet. Haalt hij mijn design weer op. Bekijk mijn mes ondertussen even of hij helemaal schoon is. Ik ben tevreden hoe mijn mes eruit ziet. Hij heeft design opgehaald. Dus ik kan even die vinyl inscannen. Ja, hij heeft mijn stukje blauw ingescand. Dus ik zet mijn Stitch figuurtje wat ik heb staan. Dus de buitenkant van Stitch, de donkere kant, zet ik op mijn blauw. Zet die goed erin staat. Druk op oké. Druk op oké. Oké. Snijden. Instellingen staan goed, dus ik kan meteen op de groene knop drukken. En dan gaat hij deze snijden. Thank you.
Oké, je ziet wat stukjes die aan de wandel zijn gegaan inderdaad. Dit stukje is losgekomen. Dit is van zijn neus volgens mij. Vind ik dat erg dat hij hier een streepje mist op zijn neus? Nee, want die moet er toch uit. Dus dat is goed inderdaad. Ik controleer hem zo'n beetje of alles gesneden is wat goed is inderdaad. Sommige dingen zijn eruit gekomen. Is niet erg. Sommige dingen zijn weg. Dat is ook niet erg eigenlijk. Dit stukje hoort daar erin. Die moeten we wel hebben. Soms kun je kleine stukjes weer terug erin leggen. Dan is het goed inderdaad. Hele kleine stukjes die uiteindelijk verdwijnen zijn echt zo klein. Vaak ja, jammer dan als die eruit zijn gekomen. Maar dit is te priegelig. Dus even kijken wat we nodig hebben van zijn. Dus ik heb dit nodig. Dus een neusje moet eruit komen. Kijk hoor, waar ik hem een klein beetje kan testen of hij goed heeft gesneden. Met zo'n heel teder design altijd best wel eng om te proberen. Ja, hij heeft hem goed gesneden. Hier zo. En deze kont even proberen. Ja, gaat ook goed. Even kijken hoor, hier bij zijn oog. Dit stuk moet er ook uit. Ja. Nou, het gaat allemaal goed. Dus ik ga hem maar afhalen. Of ik kan hem altijd gewoon meteen uitladen. Ik probeer hem opnieuw van mijn mat af te halen. Ja. Ook dit is gesneden en zoals je ziet, kleine stukjes zijn eruit gekomen. Nou scheelt het dit stukje hier zo, dit moest eruit komen. Die ook. Deze ook, want hier komt uiteindelijk het zwart doorheen van de achterkant. Hier is een klein stukje dat zit opgepeld, zeg maar. Ik weet niet of je het kan zien. Zou je nog terug kunnen leggen? Ik weet niet of het lukt, maar... Zou je terug kunnen leggen? Kijken of je hem kan redden nog. Denk het niet inderdaad. Dus nou ja, dat stukje ben ik kwijt. Hier is ook een klein stukje inderdaad. Dan moet ik even denken. Dit moet er ook uit, want dit stukje hebben we nodig. Dat is niet erg. Dit stukje ben ik kwijt en hier ben ik... Hier ligt nog een stukje, maar dit stukje ben ik kwijt. Nou, vind ik dat niet erg. Dat zijn zulke kleine details. Die raak je gewoon kwijt. En die zie je straks ook echt niet meer in het geheel dat je die hebt gemist, zeg maar. Dus ook deze is goed gesneden. Gaan we ondertussen naar het volgende stukje. Ik doe weer het trucje op mijn computer. Ik zet nu de blauwe, lichtblauwe laag op de mat. Verstuur hem naar internet. Ik heb hem verstuurd, dus ik kan op oké drukken hier. Ik kan ondertussen even mijn mat uitladen. Oh, dat hadden we al gedaan. Bij de herrie die ik maakt. Even kijken hoor, ik had een klein stukje lichtblauw hier. Lichtblauw. Deze gaan we op de mat plaatsen. Ik doe het even zo. Dan kan ik het even goed aanduwen. Leg mijn mat weer tegen mijn machine aan. Druk op de inladenknop. Ga naar patroon. Internet. Hij staat op mijn mat, dus ik kan de mat inscannen. Ik weet dat het nu niet zichtbaar is, maar we hebben hetzelfde riedeltje net al gedaan. We scannen de mat in. Ondertussen, terwijl je aan het scannen is, knip ik hier even het stuk af zoals we moeten hebben. Zometeen makkelijker pellen als ik alleen dit stuk hoef te pellen. Nou, hij is klaar inderdaad. Ik doe weer hetzelfde. Ik plaats de onderdelen weer op de mat. Zodat hij mooi kan gaan snijden. Ben tevreden waar het staat? Oké, snijden en ga maar snijden. En dit herhaal ik tot ik alle onderdelen heb gesneden. En als ik daarmee klaar ben, kom ik even bij jullie terug. Oké, ik heb alles gesneden inderdaad. En ik ben al zo snel geweest om mijn rood te pellen. Ik had echt geen zin om te wachten. Dus deze was zo snel gepeld inderdaad dat ik hem gewoon heb gepeld. Even kijken hoe die gaat. Maar volgens mij moet die zo inderdaad. Of zo moet die komen. Blauw kunnen we gaan pellen inderdaad. De zwart kunnen we gaan pellen. De paars zit daar en daar. Ik heb getwijfeld of ik het los wou doen. Ik heb het aan elkaar gedaan. Dus ik ga hem ook hier even afknippen. Kost me iets meer paars. Maar vinyl is nou ook niet zo duur. Zo ontzettend duur. Ik heb hier goud ook gesneden inderdaad. En ook die gaan we even gewoon... Een stukje eraf knippen. Maar ook deze laten we gewoon lekker aan elkaar zitten. Goud is wat duurder, maar dat vind ik niet zo erg inderdaad. En dit zijn de oogjes.
Die zijn heel erg klein. Maar ja, die laten we ook gewoon lekker zitten waar ze zitten. Waarom? Dit maakt het zoveel makkelijker zometeen om het aan elkaar te plaatsen allemaal. Dus we beginnen met het zwart. Dat is namelijk het makkelijkste inderdaad. Omdat dit de basislaag is. Ook hier gewoon helemaal gaan pellen zoals je gewend bent. Omdat dit buitenkant is, pelt dit heel makkelijk. Er blijft niet zoveel van over. Dit is mijn stitch inderdaad, de buitenkant. En dan zie je inderdaad die bobbeltjes. Die veeg je er gewoon zo uit, zie je dat? Er komt zo meteen, als je ergens aan gaat plakken, komt dat helemaal goed. Dit is de basislaag. Dan gaan we naar die donkerblauwe laag. Die donkerblauwe laag heeft wat meer nodig. Wat meer werk nodig als mijn pijlhaak gebleven. Ik ben de enige die altijd gewoon in één keer alles kwijt kan zijn. Terwijl ik het net nog in de handen had. Hoera. Ik ben daar heel goed in. Oké, ik heb de blauwe laag en dan ga ik alles eruit pellen wat ik niet nodig heb. Dus dit stukje in zijn neus hier hebben we niet nodig. Dus dat mag eruit. En dan plakt het altijd meteen overal vast waar het niet aan vast moet plakken inderdaad. Van de onderkant vanaf dit stuk inderdaad, mag er helemaal uit. Als je het een beetje eng vindt, kun je even met schaar doorheen knippen, zeg maar. En dan gaat hij echt van links naar rechts eroverheen. Als je hier weer zegt van nou, dit is me te veel, zeg maar, kun je het ook weer losknippen. Bij twijfel inderdaad knip je het gewoon een stukje af. Dit mag allemaal weg, dus dan knip ik dit weg. Verder omhoog. Ik zie hier dat zijn armpje zit. En zijn armpje wilde niet uit. Dus ik pak de pijlhaak en die duw ik er gewoon zo doorheen. Dan blijft hij wel goed zitten. Het kost gewoon meer tijd. Dus neem ook gewoon je tijd om te pellen waar die moet gepeld worden. Ook hier weer inderdaad denk je van ik wil niet alles in één keer doen. Knip je hem gewoon los. Dan volg je hem verder op waar die heen gaat. Als je twijfelt, knip je hem weer los. Dit kan weg. Zo maak je hem helemaal rond. Terwijl hij helemaal gepeld is zoals het moet. Gaan we van onder weer verder pellen. Ik hoop dat ik binnen, ik zal het binnen de camera doen zo. Sorry als mijn hoofd ervoor zit, maar dat is gewoon dat ik dan even goed wil zien waar ik heen ga. Hier knip ik hem gewoon los. Als ik twijfel waar die heen gaat, knip ik het gewoon even van elkaar af. Dit stukje moet blijven zitten, dus blijf dan ook zitten. Zo ja. Een heel groot stuk. Gaat het allemaal goed met het hier weghaald. Hier ben ik een stukje kwijt. Dus dat hadden we al gezegd. Dus dat is oké. Dus dit hele stuk komt in één keer helemaal los. Behalve een stukje wat hier zat. Dat hadden we wel. En dat is nu weg. Omdat die daar is. Nee, heel interessant. Je moet daar zitten. Zo. Dan tellen we hier weer op. Zit er waar je zit.
Oh ja. Het blauw is uitgesneden. Ik heb hier alleen een verdwaald stukje, want die wil echt niet op zijn plaats blijven zitten. Die moet. Dat is mooi als je een klein beetje het mesje ietsje dieper hebt staan, dan kun je precies zien waar de stukjes horen. Deze wordt namelijk daar te zitten. Omdat die niet aan zichzelf blijft zitten, heb ik hem gewoon even apart geduwd, zeg maar. En heb ik hem gewoon eventjes een zetje gegeven met de pijlhaak. Te kijken of ik hele gekke dingen mis, maar nee hoor, hij is redelijk goed. Deze moet dus daar overheen gaan komen. Wat hebben we nog meer? Het paarse gedeelte, nou die is lekker makkelijk in pellen, dus die kunnen we waarschijnlijk gewoon zo in één keer pellen. Het zijn zijn oortjes alleen maar. Als ik het pak krijg, ja. Soja. Soja, kijk. Heel groot stuk paars dat ik weg kan gooien, ik weet het. Maar ik vind het niet erg. Ik heb liever het zo en dat ik precies weet waar de oortjes moeten komen. Als dat ik heel moeilijk ga priegelen. Hetzelfde geldt voor zijn rendiergewei. Het rendiergewei is een andere soort flex. Dus ik doe het even iets voorzichtiger. Maar zo te zien heeft hij de zin in om eraf te komen. Dus ook deze is goed. Zijn oogjes. Ook hier geldt inderdaad, dit is heel erg simpel. Maar omdat de oogjes wel heel klein zijn, doe ik het wel nog een klein beetje voorzichtig. Zo. Zo. Ogen, oren, neus, mondje. En dit is zijn lichaampje, waar nu in één keer een stuk blauw flex aan zit. Volgens mij heb ik dat net zelf aangesmeerd, maar goed. Ook deze is inderdaad wat priegeliger weer, dus we doen het iets rustiger aan. Zijn ogen mogen eruit. Deze hebben we niet nodig. Ook altijd handig om iets in de buurt te hebben waar je het aan kan plakken. Kijk, ik heb hier een heel interessant klein borstdingetje. Die eruit moet. Ik hoop dat ik hem te pakken krijg. Ja. Komt hij maar. Tadaa. Kijk, zo. En dat vind ik wel echt mooi. Kijk hoe priegelig klein en de brodder snijdt het gewoon. Zo mooi is het. Vooral stukjes die weg moeten is altijd makkelijker als dunnetje. Van die kleine priegeldingetjes moet blijven zitten. Dus als het goed is, kunnen we deze nu afhalen. Blijf zitten wat moet blijven zitten. Soms heb je dat hoor, dan neigt hij gewoon om iets los te laten. Maar als je met je pijlhakker dan ingaat, met een handje helpt, dan werkt het wel. Ik heb er niet zoveel zin in bij dat rondje. Dus dat gaan we even nog een keer van de andere kant af doen. Soms helpt het ook gewoon van de andere kant af te komen. En dan doet hij het er niet wel. Dus probeer het als ik niet de ene kant wil, probeer het met de andere kant. Dit is dus het lichtblauwe gedeelte. Nou, nu hebben we alles gepeld. Wat we gaan doen is al deze lagen overbrengen naar één laag. En daar hebben we een stukje transferfolie nodig. En wat we gaan doen is we pakken de grootste laag eerst. Dat is namelijk de licht of de donkerblauwe laag. Die moet op het zwart gaan komen. Wat ik doe is ik pel de achterkant eraf. Dit spul plakt. En als je het een beetje netjes doet kun je hem 10 keer herbruiken. Ik plaats de transferfolie over het donkerblauwe heen. En ik druk het goed aan. Als je iets van een pasje hebt of een spateltje. Het spateltje van je machine werkt ook heel goed.
deze werkt ook ontzettend goed ervoor. Je kan je namelijk lekker even goed aanduwen. Wat dan gebeurt is, het vinyl met de mooie kant hecht zich aan de transferfolie. En door te checken of dat ook werkelijk is, is het langzaam oppellen. Controleer dat alles blijft zitten. Als je twijfelt dat iets niet goed blijft zitten, leg het terug en duw het nog een keertje aan. Let op dat je het schuin weghaalt. Dus niet recht oppellen, maar schuin weghalen. Soms helpt het ook om het papier van de transferfolie af te halen in plaats van andersom. En deze moet hier ook komen. Nou vind ik het een beetje vervelend dat dat ding uit zichzelf buigt. Maar ja, ik kan niks anders verzinnen door hem gewoon erop te gaan leggen. Oké, dit is wel vervelend, want het is een hele donkere kleur op een hele donkere laag. Ik had niet verwacht dat het zo donker zou zijn, maar oké. Oh, niet doen. Ik was nog niet zover. Wat ik doe is, ik lijn hem uit waar ik hem wil hebben. Dat is best wel lastig met het blauw op het zwart. Ik had vorige keer Mickey en Mickey was met wit. Zwart op wit, dan zie je het in één keer heel goed. Maar blauw op blauw is toch best wel pittig. Ik ga even een andere lampje bij doen. Kijken of dat helpt. Dan wat beter zien, want het weerspiegelt te veel. Oké, even kijken. Ik zie zo in ieder geval iets. Daar moet hij daarheen, daar moet hij zo. Ja, dat lijkt goed zo. Ik ben niet happy hoe die is, dus ik probeer hem nog even los te halen als je nog wil. Zijn handje zit vast, maar ik krijg hem niet meer los. Dus ik ga hem gewoon plakken. Niet helemaal waar ik hem wilde hebben, maar goed. Op het moment dat hij vastgeplakt is, kun je de transferfolie er weer afhalen. En dan dat vervelende, roddige drie komt weer los. Oh ja. En dan zit hij erop. Moet ik eerlijk zeggen, inderdaad, ik ben niet helemaal happy hoe hij aan de onderkant is gekomen, zeg maar. Hij zit een beetje te hoog eigenlijk. Ze had eigenlijk een klein stukje naar beneden gemoeten, maar nou ja. Het zei zo, als het eenmaal plakt, dan plakt het. Dus daar kun je er niet zoveel meer aan doen. Dan neem je de volgende laag. Wat je ook kan doen, is het zo eraf halen. Soms helpt dat om het wat soepeler te laten gaan. En dan gaan we de volgende laag aanbrengen. Dan zie je dat Stitch iets meer body krijgt, zeg maar. Dat je iets meer kan zien dat het Stitch is. Oké, ik moet even goed priegelen om dit voor elkaar te krijgen. Nou. Als je hem daar doet, neem je tijd hiervoor. Dit is echt, het kost tijd, maar dan heb je ook wat. Als je dit niet goed doet, kun je dus inderdaad, wat ik al zei, niet meer terug. Ja. Een hele oor komt los. Nou ja. Tadaa. Nou, ben tevreden hoe deze erop is gekomen. Dan zie je inderdaad dat blauw eigenlijk net een beetje verdraaid zit. Maar oké, donkerblauw dan. Ik ben wel happy hoe die er tot nu toe uitziet. Zijn oogjes, die moeten er ook in komen. Nu maakt het niet zoveel meer uit wat je eerst doet en wat je als tweede doet. De grootste lagen die erin zitten, zitten erop. Dus dat is het belangrijkste. Dit zijn zijn oogjes.
Die komen bovenin te zitten. Hoop. Dan gaan we ze oortjes doen. Dan ziet hij er nog meer uit de stitch. Ik vind de kleuren trouwens vallen me niet tegen. Ik was heel erg bang dat de kleuren heel erg verkeerd zouden zijn. Hij valt wat donkerder uit dan dat ik had gedacht. Maar het valt me absoluut niet tegen eigenlijk hoe die eruit komt. Dit is altijd even tricky. Want je wil hem wel zo hebben dat hij klapt, maar ook zo dat hij past. En daar zo. Zo ja. Ook dit vind ik helemaal niet eens zo slechte ogen. Maar ik was heel erg bang dat hij heel erg verkeerde kleur zou zijn. Maar ik weet niet of je het een beetje kan zien, maar dat valt heel erg mee. Oké, zijn neusje en zijn mondje, die moeten daarin komen. Ik weet dat het mondje eigenlijk beter lichtroze had kunnen zijn, maar ik heb alleen knalroos. Of rood, dus dan was denk ik rood het... De meest voor de hand liggende kleur. Draai hem net zo lang totdat jij happy bent waar het licht valt. En als je niet kan zien wat je aan het doen bent. Niks is vervelender dan dat. De rood springt er wel echt helemaal uit, maar goed. Voilà. Oké, ik vind hem wel heel schattig. Kijk dan. En dat ik gouden horentjes gemaakt. Of gouden, hoe noem je, gewijtje. Omdat ik ook gouden tekst ga doen op de kerstbal. Dacht ik van nou. Dit is wel heel leuk om te doen. Oké. De hoornetjes, de gewijdjes zitten erop. Dat is de laatste die we gaan doen. Ik kan hem ook gewoon bruin kunnen doen natuurlijk. Had gekund. Maar ik vond dit mooier. Ik vond het wel wat hebben, wat meer kerstelig. Hebben als ik het zo deed. Ook hier weer. Goed aandrukken. Als hij loskomt zoals hij nu doet. Gewoon opnieuw terug erop ingaan. Tadaa! Daar is Stitch. Het is donkerder geworden dan ik had verwacht. Maar de kleurafwijking vind ik helemaal niet tegenvallen. Het enige wat gebeurd is, is dat hij aan de onderkant blauw iets... te ver naar onder is gekomen, of naar te hoog is gekomen, zie je dat? Maar ja, aan de andere kant lijkt het nu alsof hij iets meer schaduw onder zijn kont heeft, dus ik vind het nog niet heel erg. Al met al vind ik hem redelijk gelukt. Dit is oefening bij het kunst. Hoe vaker je dit doet, hoe beter het gaat. Wat ik nog even ga doen, is ik ga een mooie tekst maken en dan gaan we in deel 2 gaan we deze op een kerstbal bevestigen.